Ik heb niet echt een fascinatie voor de natuur als dusdanig, maar meer over hoe wij ermee omgaan. Hoe dat onze interactie is met natuurlijke processen en hoe dat die twee eigenlijk constant schuren tegen elkaar. Soms zijn dat rechtuit conflicten, maar over het algemeen is dat eerder een schuren. Dat er altijd een soort streven naar dominantie is van de twee partijen en dat er altijd wordt gebalanceerd op een dunne lijn van evenwicht. En dat evenwicht kan door een fractie omslagen in een dominantie van natuur over dan de cultureel bepaalde menselijke of van de mens op het natuurlijke. Wat ik interessant vind is dat er geen één natuurlijk element op aarde niet meer is dat niet beïnvloed is door mensen. Gewoon de opwarming van het klimaat heeft gelijk heel een boel meegepakt. Dus het is er niet meer. Dat is, vind ik, één aspect. Ik gebruik dat een beetje als soort van uitgangspunt om beeldend te werken. Omdat ik in mijn beelden die frictie interessant vind om te vertalen daarin. In het werk dat ik doe, gebeuren er vaak foutjes, onvoorziene omstandigheden, al die dingen. En je moet er een breed veld en een soort van open geest voor creëren om die toe te laten. Om die dan daarna ook eventueel te gebruiken of niet te gebruiken, whatever dat je ermee doet. Maar om die te kunnen inzetten. Je moet die openheid van die kansen toelaten. Ik heb het soms moeilijk met principes, omdat wat dat voor mij heel erg belangrijk is, is ook dat je doorheen je levensstrijd, bij wijze van spreken, zit je met een soort van growing up, zit je met een veranderende situatie in hoe dat je ervaring groeit en mee vormgeeft aan hoe dat je in de wereld staat. Dus mensen met te veel principes vind ik vaak nogal stug daarin en ik vind dat je u eigen die mogelijkheid moet geven om bij te sturen. Voor mij is vrijheid heilig. Ik denk dat ook voor iedereen enorm belangrijk is, dat iedereen er ook moet naar streven om zo groot mogelijke vrijheid te komen voor zichzelf en voor zijn omgeving. Ik denk wel dat sommige mensen moeten begeleid worden in het omgaan met die vrijheid. Ik heb een beetje het gevoel dat er een paar sociale waarden sterk onder druk komt staan nu met de gang van zaken in Europa. Ook een beetje het democratisch principe. Zoals deze morgen op de radio hoorde dan dat de Grieken ook richting technocratie zouden evolueren, zoals dat nu in Italië een klein beetje gebeurt. En dan stelt je die vraag van waar wil dat Europa naartoe? In die begrenzing van sociale vrijheid, bijvoorbeeld de minimumlonen naar beneden halen tot op een onleefbaar niveau. Dat is het ondergraven van een heel sociaal netwerk. Waar ik wel een beetje zorgen over maak, van er wordt zoveel met een economische maatstaf berekend. En er wordt minder en minder rekening gehouden met menselijk aspect. Het zijn markten die dat mensenlevens bepalen in plaats van omgekeerd. En dat vind ik wel zorgwekkend. Ik denk als ze morgen zeggen van Tinka dat stukje knippen eruit, moet maar iets anders bedenken om te doen, dan denk ik dat ik wel serieus ongelukkig zou zijn door dat gemis. Wat ik daar het schone aan vind, en dat is misschien ook iets dat met dat geluk te maken heeft. Mensen zijn zeer veel van hun actieve tijd steken ze in een job. Dus een job is waarschijnlijk een belangrijke parameter voor al dan niet gelukkig te zijn. En wat ik denk dat aan mijn job interessant is, dat je het product dat je aflevert uiteindelijk, dat je dat van niks, van scrap, tot zelfs de nawerking in handen hebt. Dus je hebt heel die productielijn letterlijk in handen. Hoe meer controle dat je over je eigen leven kunt hebben, over je job, over de dingen die dat je doet, hoe gelukkiger, hoe meer voldoening dat je daar kunt uithalen. Ik denk dat geluk soms een beetje een te
te groot belangrijk woord is en dat je meer op een genuanceerdere manier, een soort van contentement, is misschien mooier voor naar te streven, denk ik. Ik hou ook meer van om werk te maken dat uit zichzelf kan praten, dat je niet direct een pamfletaire betekenis meegeeft, dat niet direct op een eenduidige manier te lezen is. Dus als mensen daar een ecologische boodschap willen inlezen, is dat prima voor mij. Als mensen daar zichzelf op aangesproken voelen en daar hun eigen situatie in herkennen, bij wijze van spreken, wat ook vaak gebeurt, is dat die dat op een heel psychologische manier, bij wijze van spreken, gaan binnenpakken. Gekaderd ook aan dingen die daar heel specifiek zijn, ervaringen, dingen die dat meegemaakt hebben, dan vind ik dat ook prima. Maar dat zijn dingen als je een werk maakt die dat je niet kunt voorzien en die dat ik ook niet wil voorzien. Ik heb zo'n drietal jaar ongeveer, dat ik bezig ben met fotograferen van voortuintjes van mensen. Ik heb een heel mooie collectie, vooral van buxusboompjes. Ik vind het ongelooflijk fascinerend hoe dat mensen dus met die natuur omgaan en die compleet naar hun hand zetten, dat coiferen. Want dat is eigenlijk een beetje ook hetgeen wat mij boeit, het soort van vicieuze cirkel waar dat je in geraakt. Je zet een omgeving naar je hand, en mijn uitgangspunt van zo, it suits me best that way, en dan gaat je erin leven. En dan gaat die omgeving die je gecreëerd hebt ook weer terug je beïnvloeden. Ik vind die buxusboompjes daar een beetje het symbool voor staan. En daar komt dan ook nog eens een statusverhaal bij. Want je ziet dat heel goed in een bepaalde wijk, waar dat er dan veel van die voortuintjes opduiken. Vind ik het altijd ook heel fijn om op zoek te gaan naar de Ubergarden, of hoe dat je dat moet noemen, de instignator die dat ermee begonnen is, of die daar dan nog een stapje verder in gaat. Dus, en dat is een soort van, ja, dat is zo te vergelijken met de kerstmannetjes die daar overal oppoppen en in Deenstraat overal en dan een paar blokken verder heeft er niemand dat de eerste keer buiten gingen en zijn er voor de rest dan ook geen. Dus dat is zo, ja, die status tegenover elkaar en dat zit allemaal in dat één plantje, bij wijze van spreken, voor mij vervat. Schoonheid en lelijkheid daarin zijn voor mij heel relatieve begrippen. Ik hou bijvoorbeeld van bouwwerven. Ik vind dat fantastisch. De meeste mensen gaan dat lelijk vinden. Onkruidje dat tussen wat stenen opkomt, kan zeer schoon zijn. Ik heb in Parijs een die rode plastieke bakken, die dat ze gebruiken voor wegblokkades te maken, voor tijdelijk iets af te sluiten. En er zaten een paar fitten in en er kwam dan zo wat onkruid door. Ik vind dat fantastisch voor dat tegen te komen. Maar over het algemeen wordt dat als behoorlijk waardeloos afgeschreven. En schoonheid, ja, ik vind dat die twee heel dicht bij elkaar kunnen liggen. En dat een beetje in the eye of the beholder is. Ik denk dat stilte super belangrijk is, maar ik denk met alleen stilte dat je er ook niet komt. Ik denk langs de ene kant is het belangrijk voor te kunnen denken, te kunnen werken, om een afstand te hebben. Maar langs de andere kant gaat het ook wel over die maatschappij, die samenleving. Dus moet je er ook met twee voeten in staan. Dus je hebt beide kanten van de medaille nodig om te kunnen werken. Eén van de twee uitschakelen of alleen maar dat denk ik dat contraproductief zou zijn. Soms denk ik veel te weinig. En dat is het voordeel van hier te kunnen zijn, is vooral ook de focus en de afbakening in tijd. Dat je zegt van, wij zijn hier nu 6 weken. In die 6 weken moet het gebeuren. Als je thuis in je atelier hebt, heb je een ander ritme. We kunnen hier van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds werken. Je pakt hier een tijd. Je stelt je mailen en je telefoons te hard uit. Je sluit je op die manier wel een beetje af.
Maar dat is ook, dat kan omdat dat een tijdelijke situatie is. Een woord of een zinsnede of een beeld dat taal kan oproepen, kan voor mij heel sterk zijn en heel waardevol. Ik ben ook iemand die dat makkelijker gaat lezen dan gaat televisie kijken. Tot voor kort had ik geen tv thuis en wou ik dat ook niet. Omdat die een overkill aan beelden hoeft voor mij niet altijd. Ik denk dat verbeelding vooral in opleidingen heel sterk aan bod moet komen bij. Kinderen moeten leren voor dat stukje van zichzelf te beschermen, denk ik wel. En dat niet te laten gaan bij het ouder worden en bij het volwassen worden. Want dat, ik werk zelf ook met kinderen. Ik geef les beeldende kunst aan kinderen. En de manier waarop dat die een fantasie hebben, een verbeelding en mijn kartonnen doos, bij wijze van spreken, een wereld kunnen bouwen of met wat snippers een heel verhaal kunnen maken. Dat is iets dat echt moet beschermd worden. Ik denk dat dat ook voor een stuk met kwetsbaarheid te maken heeft. Dat je eigen op een manier kwetsbaar durft opstellen. Dingen durft te doen die daar misschien niet zo evident zijn, die daar ietsje gevoeliger liggen. En ja, daar moet je ruimte voor maken. En dan moet je jongeren ook in bijstaan. En ik denk ook als je dat wilt onderhouden, dat je daar regelmatig mee bezig moet zijn. Dat kan heel uit. Dat hoeft niet praktisch te zijn. Hè. Dat kan alle vormen aannemen. Ik kan me voorstellen dat je zeer creatief bent terwijl je op café zit pinten te pakken, gewoon door heel weird te fantaseren of zo. Ik weet niet wat. Even dat concrete los te laten en een andere richting uit te gaan. Hoe dat juist aanpakt, dat weet ik niet, maar ik denk dat je dat kunt opnemen in een dagelijkse praktijk. Mijn vriend heeft een zoontje van 14 jaar. Die is super nieuwsgierig, die is heel, heel mondig. Die gaat op zoek naar dingen. Die weet bijvoorbeeld wel heel goed hoe dat hij met dat internet overweg moet, hoe dat hij met die keuzes, met dat overaanbod weg kan. Die gaat er op een heel intelligente manier mee om en die bouwt daaraan, vind ik, een schoon persoontje op. Zonder dromen verandert er niks. Ik denk als je dromen wegneemt van mensen, dat je een heel groot stuk menselijkheid afsnijdt. Dus ik denk dat dat inherent is aan mensen.